Klaasie. Meteen zoeken naar Zeefuik. Wijnaldum. En de eerste poging zit er meteen in. Dat is binnen 40 seconden raak. Klaasie. Zo, wat een geweldige treffer. Hij zit stijf in de kruising. Draait steeds verder van de doelman weg die er helemaal niet op rekent. Doelman Pijver. Wijnaldum. Balletje op Zeefuik. Die maakt zich breed. En wat beslist de scheidsrechter? Een strafschop. Of, ja, ik denk het wel. En zo is het na 2 minuten de mogelijkheid om weer toe te slaan. Zelf versierd. En zelf ook keurig afgemaakt. Er zijn gespeeld 2 minuten en 40 seconden. En Jong Oranje staat op een 2-0 voorsprong. Zeefuik en de doelman die al heel snel een beweging maakt. Pijver. Dat helpt. Ver. Wijnaldum. Goed. Zeefuik. Weer aangetikt. Jazeker. En volgens mij er weer binnen. Of geeft hij hem naar buiten? Ja, nee. Ik denk dat hij hem op de stip legt. Want het is een overtreding erbinnen. Ja. En dus is het gewoon weer een strafschop. Leroy Ver nu. Zeefuik nam de eerste strafschop. Ver eist deze op. Dan moet hij hem ook maar maken. En dat doet hij. 3-0 voor Jong Oranje. Waarvan 2 uit een strafschop, maar daar valt toch weinig op af te dingen. Onberispelijk. En ook nu weer geholpen door Steve Pfeiffer die snel kiest. Nu, dit is het moment om eens diep te spelen. Bakuna. Daar komt hij dan bij Zeven. En dan is het raak. Ja, zo moet dat dus. Eindelijk een aanval die vloeit en besloten wordt door Zeefuik. Blind. Bakuna, goede bal. En nu afmaken. Ja, heel rustig. Kijk, zo simpel kan het dus. Zeefuik, een hat-trick voor hem vanavond. Hadden er ook 4 kunnen zijn als die andere penalty aan hem gelaten was. Maar hij maakt het toch heel rustig af. Op aangeven van Bakuna. Wedstrijd gedaan. Jong Oranje wint met duidelijke cijfers. Had nog veel duidelijker gekund tegen het zwakke Jong Luxemburg. Deze klus geklaard. Dinsdag wacht Bulgarije.